bij het horen van dit geluid krijgt een groot deel van Voorschoten zin in een ijsje. In de zomer is Piet ijskoeman en in de winter lange tijd kolenboer in Voorschoten. Maar waar stond hij nou vaak met zijn ijskar? Ja, hier zo ongeveer uh, iedere week stond hij hier. Ja. Op het Treuplein. Iedereen kende Piet en Piet kende iedereen. Dat was gewoon heel erg leuk. Dat is een deel van ons straatbeeld hier. Hij is wel een icoon in het dorp geweest, dat tweede kant. Ik heb graag gezien een voorschot naar Ik zei wel eens: tegen ik zeg: Moet oh, jij niet plassen dan? Hij zei: Dan heb ik een pilletje voor. Ik zei, Je zat de hele dag, ik zie jou ja, dus we gaan nog op plassen of zo. Hij zei: Nee, dat hoeft niet, ik heb een pilletje ervoor. Ik zei: Oh, dat is makkelijk. Hoe heet die ding? Hij zei: Zeg, dat zeg ik, niet. ik zeg niet. <laughs> was een boefie hoor. een hele Joffrouw, vindt Topgozer. Ik heb hem mijn leven lang gekend. En heeft u nog iets leuks met hem meegemaakt? Met Piet? Nee, dat niet. Nee. Toevallig heb ik gisteravond in nagedacht, die is thuis toch zijn ijsje gemaakt, een vierkante ijsbakje. Slag hem onderin en dan uh, ijs erop. En uh, dat was uh, eigenlijk even op Piet. Piet geloofde er wel in dat je van geven niet rijk werd. Een van de, de leukste dingen die, die wij dan heel vaak te horen krijgen, was van de holle Bollen van Piet. En dat had dus, uh, laten we zeggen, met de hardheid van het ijs te maken, dan werd er geschraapt en dan kreeg je een holle bol. En dat waren de Bollen van Piet. En dan nog één keer het zomergeluid van Piet de Graas.